Jawel, het is vroeg. Het is vroeg op de Gamekings redactie. Althans, vroeg voor ons. Wij beginnen nooit om 7 of 8 uur. Dat is... We zijn gamers, weet je wel. Dan zijn we nog aan het gamen. Wij beginnen altijd om een uurtje of 9 à 10. En waarom ben ik hier vroeg? Het is vandaag het is al een leuke dag. Het is een leuke dag omdat er twee nieuwe grote games uitkomen. En een van die games, dat is Sniper Elite 4. Ik moet altijd goed al die Sniper games uit elkaar houden. Sniper Elite 4. En Boris is helemaal like van die game. Dat heb je waarschijnlijk al door als je de review hebt gezien die vandaag op Gamekings.tv staat. En anders moet je die even zeker checken, want het is absoluut weer Skate versus Boris. Boris is helemaal gek van het door je telballen schieten van 100 meter. En nou komt er vandaag, dat gebeurt al vaker als een game uitkomt, dan wordt er iets leuks gebracht. Een soort van cadeautje voor de redactie. Iets speciaals. Dat gebeurt dus nu. Althans, straks komt hier een Amerikaans soldaat. Dat is ons beloofd. En alleen Boris die wilde niet vroeg naar het kantoor komen. Daar had hij even geen zin in. Totdat hij vanochtend hoorde dat er iets heel speciaals werd gebracht. En toen wilde hij wel. Helaas, dat gaat hij niet halen. Dus ben ik hier en ga ik dat van hem afpakken. Want bij ons is het altijd wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus het cadeautje wat komt... Dat is voor mij, Boris. Dat ga je niet meer krijgen. Dus ik ben heel benieuwd. Hij kan elk moment komen en dan ga ik het hier neerleggen. Het is een acteur. Dat weet ik ook. En daar word ik altijd een beetje verlegen van. Van die method acting gasten die blijven dan in hun rol. Dus hij zal Amerikaans tegen me gaan praten. Anyway, dat heb ik er dan wel voor over. Want het schijnt een heel vreed cadeautje te zijn. Dus we gaan het zo zien. Citizen Yen Yong! Where are you? That's me. And is Boris in the house? No, Boris is not. He's not in the house. He's scared. On your feet. Stand up. Okay. Do you understand? Yeah. Yeah, what? Do you understand? Yes, sir. Yes, sir, indeed. Yes, sir. Did you already receive something for Valentine's Day? No. No what? No, sir. Do you understand? Yes, sir. Right. Okay. Oh. Open it! Open it. Yes, sir. Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. Right. Okay. Open it. Gaat Boris niet blij mee zijn? Oeh, kijk eens even aan. Is that... it's for Valentine's Day. It's for Valentine's Day, right. Oh, you see here, my rifle's... Oh, your rifle, yeah. Normally in it. Yeah. I got this one. And a small letter, especially for you. Okay. With great wishes, of course. Aha, lieve Jan-Johan, Cupido heeft je dit jaar scherp in zijn vizier. Een schot in de roos en hopelijk vele uren gameplezier. Lijkt Sinterklaas wel, joh. Speciaal voor deze Valentijnsdag ben ik blij dat ik je een van deze Custom Sniper Elite 4 presskits geven mag. Liefs, KF. That's you? You understand? It's me. That's you, yeah. Right. Okay, thank you very much. Carl. Cool. And a hard copy, of course. Yeah. Of the fabulous game. Fabulous game, yeah. It's me, you know. Right. We're gonna install it right now over there. So we can stream it today. Nou, Boris, daar gaat hij dan, jongen. Had je er maar bij moeten zijn. Deze, die gaat nu, die gaat mee. Haha. It's a shame, isn't yeah. it? I can keep the rose? It's all yours, my friend. Okay. Thanks. And lucky playing. Sorry? Have fun with it. Yeah, I will. Sniper Elite 4. That's the one you gotta play.